Zakenman. De wereld wacht op jou. Hoi, Marieke hier vanuit de auto met jouw wekelijkse inspiratievideo. Ik zit in de auto omdat Sinterklaas had mij gevraagd of ik hem nog even wilde helpen met een paar laatste dingetjes voor pakjesavond. En nou, natuurlijk doe ik dat, Sinterklaas. Ik help je graag. Dus ik ben onderweg naar de winkels. En ik dacht, nou, dan maak ik even snel een video. Want ik heb een blog geschreven. Die staat klaar op mijn website. En die gaat over een documentaire die ik van de week zag over Jet Rebel. Dat is een Nederlandse zanger, muzikant. Maar eigenlijk heet hij niet Jet Rebel. Hij heet eigenlijk Jelte Tuinstra. Maar Jelte Tuinstra is een hele introverte, verlegen jongen. En dat helpt hem niet in zijn ambities om de wereld te veroveren als muzikant. Dus het alter ego Jet Rebel is in leven geroepen. En daar gaat dus de documentaire over en daar gaat ook mijn blog over. Want ik zat te bedenken van, is dat in het leven roepen van een alter ego niet misschien ontzettend handig voor ons als ondernemer als wij iets heel eng vinden om te doen? Dat je bijvoorbeeld dan zegt, nou, ik moet iemand bellen, maar ik vind dat heel eng. Dus ik ga toch me aankleden alsof ik er echt naartoe ga. Dus ik doe mijn mooie schoenen aan, mijn mooie kleren, ik doe make-up op. Ook al ben ik gewoon thuis aan het werk, gewoon aankleden alsof je er naartoe moet. Zou dat helpen? Of nou, zou iets anders je helpen door inderdaad een andere persoon te worden als je gewoon iets moet doen wat je nieuw vindt of eng? Dus dat is eigenlijk het onderwerp voor deze week. Wat kan jou helpen en bijvoorbeeld dan het in het leven roepen van een alter ego in jouw business? Nou, heel fijn om je reactie hieronder te lezen. En je weet het, heb jij een vraag over jezelf in je business, dan kun je mij altijd mailen. Dan ga ik een video voor je maken. En ik ga nu stoppen, want ik moet natuurlijk de aandacht op de weg. Veel plezier met deze video en deze week's inspiratie. En ik hoor heel graag van je. De groetjes van Marieke. Dag!